Hoi en welkom bij deze video over Nearpod. Ik ben Anouk van MBO MediaWijs. In deze video wil ik je laten zien hoe je verschillende soorten vraagtypes en activiteiten kunt toevoegen in je les om je les interactief te maken. Ook om activiteiten toe te voegen gaan we naar de blauwe Create-knop. Ik kies lesoptie. En ik klik hier op de knop om een activiteit toe te voegen. De eerste stap dat hebben we in een andere video bekeken, dus we gaan nu naar activiteit. Er zijn vele verschillende soorten activiteiten die je kunt toevoegen. Ik ga ze niet allemaal laten zien, maar ik kies er een paar uit. Wederom zou ik zeggen, ga lekker zelf ontdekken en uitproberen. Laten we wel kijken naar een paar die echt best uniek zijn voor Nearpod. We kunnen een collaborate board toevoegen waarbij je een onderwerp kiest. Wat vind jij van Nearpod? Je kunt ook hier weer een afbeelding, audio of een video toevoegen. En vervolgens kunnen deelnemende studenten berichtjes posten. En die komen dan zo op het bord zichtbaar. Dit is een hele leuke om bijvoorbeeld een groepsdiscussie te starten waarbij je eerst anoniem input verzamelt. Je kiest dan bijvoorbeeld één of twee opmerkingen eruit om verderop door te gaan. Ik klik weer hier voor een volgende. Dat zal weer even teruggaan naar de activities. Een andere hele leuke vind ik Draw It. Met de Draw It optie kunnen studenten een opdracht tekenen. Ik ga straks laten zien wat er dan uitziet voor de student. Maar om de opdracht te maken schrijf je hier de instructie. Bijvoorbeeld teken een paard. Of je kunt ook bijvoorbeeld een afbeelding hierin zetten. En studenten moeten dan over de afbeelding tekenen. Bijvoorbeeld zet een kruisje bij het juiste onderdeel. Dat is een hele leuke interactieve vorm. Ook deze staat nu klaar. Gaan we nog een activiteit toevoegen. De fill in the blanks. Dit is eigenlijk een gatentekst optie. Waarbij je hier je tekst plakt. Nou, bij deze vul je een tekst in. Vervolgens klik je op next, dus volgende. En dan klik je op stukjes tekst. Die komen dan daar. En dan komen daar de gaten zichtbaar. Die studenten moeten invullen. Ik ga straks laten zien hoe dat er dan uitziet. Maar zo maak je dus zo'n tekst. Je kan die tekst er zelf inplakken of typen. En ik wil nog de pollvraag laten zien. Dit is een vraag waarbij je mening kunt ophalen. Eigenlijk net als de meerkeuzevraag. Typ je hier je vraag en hier de verschillende vragenopties. Je kunt meerdere antwoordopties toevoegen. En zo creëer je een pollvraag. Ik ga hem even niet zo doen, want ik heb hem al klaargezet. Dus kan ik laten zien hoe dat er dan uitziet. Zoals jullie zien zijn er nog meer opties. Je hebt een drag and drop. Dit is een optie waarbij je studenten een tekst of plaatjes bij elkaar moeten zoeken. Memory test is een memory game. Dus dan moeten ze ook onthouden waar de plaatjes staan. Matching pairs zoeken ze ook dingen bij elkaar. Een quiz krijg je meerdere meerkeuzevragen. Je kunt één meerkeuzevraag toevoegen. Dit is meer de spelvorm. Dus op deze manier kan je heel veel verschillende vraagtypes toevoegen. Ik had al een les klaargezet. Dus ik ga laten zien hoe het eruit ziet als je een les af hebt. Als je les af hebt en je gaat presenteren, zien de vragen er zo uit. Hier zie je de verschillende stellingen van een poll. Waarbij studenten dus een antwoord kunnen aanklikken. Hier zie je het collaborate board, waarbij je kan posten welke edit tools al gebruikt worden. En zo kan je de berichtjes doen. Je kunt aanzetten dat je goedkeuring wilt geven of niet, om eventueel bepaald taalgebruik eruit te halen. Maar dat kan je ook uitzetten en dan komen de berichten gewoon op het board. Hier zie je een voorbeeld van een matching activity. Hoe heet het onderdeel van de naaimachine? Koppel de juiste term aan het juiste nummer op de tekening. Dus dan klik je in de instructie. En vervolgens gaan ze de onderdelen bij elkaar. Oh, die is fout. Nou, proberen ze het nog een keer. En zo kunnen ze de woorden oefenen. Hier heb je de tekenopdracht. Dus hoe je een draad door een naald haalt.
Hier kunnen ze kleur kiezen. Je kunt hier ook bijvoorbeeld typen. En dan teken je bijvoorbeeld hoe een draad door een naald gaat. Dit is de tekstsoort. Ze zien hier de tekst. En ze moeten dan op het woord slepen naar het juiste vakje. Nou, zo vullen ze alle dingen in en klikken ze op done. Dan wordt die nagekeken. Je een goed beeld hebben gekregen van de verschillende soorten activiteiten die je kunt toevoegen in je les. Om studenten te betrekken, kennis te testen, om discussies te kunnen aanwakkeren. En ik hoop dat jullie veel plezier gaan hebben met Nearpod.